Op instigatie van de president van de Republiek Suriname hebben we een vliegende brigade geïnstalleerd. Weliswaar vorige week donderdag. En we hebben eerst zaken goed uitgewerkt, waarbij we op pad zijn gegaan. Deze vliegende brigade heeft eigenlijk te maken met de prijsstijgingen die ontzettend veel worden doorgevoerd in de winkels. En vaak ten onrechte. We hebben vaak gewaarschuwd aan winkeliers. En nogmaals, het is geen kwestie van het feit dat we op heksenjacht uit zijn, maar we willen ook de consument beschermen. Wat is namelijk het geval? De afgelopen periode hebben we geconstateerd dat er de winkeliers met name ontzettend goed, veel prijsverhogingen, grote prijsverhogingen hebben doorgevoerd op de basis en de strategische goederen. Kijk, nu is het zo dat we de basis en strategische goederen in elk geval gaan controleren. En dat, die controle houdt alvast in dat bij het moment dat er een prijs door het ministerie van EZ is vastgesteld, op basis van een kostprijscalculatie die is ingediend door de importeur, daaruit vloeit het voort dat er een consumentenprijs, een maximale consumentenprijs wordt aangehouden voor een desbetreffend goed. Die prijs is eigenlijk inclusief alle rechten, alle transportkosten. Het is die prijs die de consument aan de kassa moet betalen. En wat we hebben gemerkt de laatste tijd is dat op een gegeven moment, we hebben gemerkt dat die prijs is vastgesteld, maar bepaalde winkeliers, ik ga inderdaad ook niet zeggen allemaal, we gaan niet generaliseren, dat een aantal winkeliers in feite gewoon vinden dat ze die prijs veel hoger moeten stellen. Nu is het zo dat wij controles eerder uitgevoerd, er is aangegeven dat ze zeggen dat de importeur, zeg maar hun leverancier, de zaak eigenlijk hoger, voor een hogere prijs heeft verkocht. Ja. In dat geval vragen we dan op de factuur. Laat me zien op basis waarvan. Want u moet zien, de prijsopbouw zit in de fase in het bepaalde maximale consumentenprijs. En die maximale consumentenprijs heeft een marge. En die marge, die groothandelsmarge en die kleinhandelsmarges zijn wettelijk vastgesteld. En daar mag je niet van afwijken. Dus het moment dat we een of andere prijs tegen constateren, is op een gegeven moment dat die marge wordt gecontroleerd. Als die man zegt dat ding, ik noem maar een voorbeeld hoor, misschien makkelijker ook voor de kijkers. Als een blikje bruine bonen, volgens onze maximumprijs, just is gewoon een voorbeeld, 30 SRD moet kosten. En de meneer ziet kans om dat ding te verkopen 50 SRD, dan begrijpt u best dat die meneer een probleem heeft. Eén, het grootste probleem, als je bruine bonen invoert, geven wij de importeur vrijstelling van invoerrechten. Consentrechten, statistiekrechten tot een bepaalde hoeveelheid en omzetbelasting. Alleen om die consument tegemoet te komen dat die prijs in de winkels goedkoper wordt. En het wordt niet zo'n hoge prijs. Wat schetst onze verbazing? Dat inderdaad, we hebben geconstateerd, zoals ik eerder zei, een exorbitant hogere prijs. En wat dat betreft hebben we toen zaken in kaart gebracht. We hebben ze in het begin gewaarschuwd. Onze economische controledienst, ja, die is erop uitgegaan. Je wil natuurlijk in het begin praten, zeg draai die prijzen terug. Maar wat er gebeurt is, economische controledienst kan niet overal tegelijk zijn. Ik heb klachten gehad dat op het moment dat de mensen uit de winkel gingen, de prijzen weer werden verhoogd. Dus je begrijpt best dat we niet gaan dweilen met de open kraan. En hebben toen gemeend, op instigatie van de president, dat we het mes wel erin gaan zetten. En op een gegeven moment, u bent het met me eens, we zijn allemaal consumenten. We zijn allemaal consumenten en wij moeten niet het gelag gaan betalen van een ongebreidelde prijsstijging. Want belangrijk is, net wat ik eerder, de maximumprijs is vastgesteld door EZ voor een x-aantal goederen. En vooralsnog worden die goederen gecontroleerd. De controle gaat zich natuurlijk uitbreiden, maar je kan niet alles tegelijk doen. In elk geval moeten de consumptiegoederen voor de consument betaalbaar blijven. Dus daar gaat het in feite om. En misschien moet ik het benadrukken. De
goederen van de eerste levensbehoefte, wat we plegen te noemen, basis- en strategische goederen zoals in de beschikking zijn vervat, die moeten te alle tijden betaalbaar blijven voor de consument. En betaalbaar blijven wil zeggen, de maximumprijs die is vastgesteld door het ministerie van EZ. En die maximumprijs wordt vastgesteld zowel in samenspraak met de importeur als de winkelier. Vandaar dat we die prijzen publiceren op Facebook, sociale media, met alle mediahuizen, we sturen het op. Alleen dat men weet waar we aan toe zijn. Dus dat is toen gebeurd. En op een gegeven moment hebben we ook de goede medewerking gehad van Bureau Advies Algemeen Dienst van de president. En wij zijn toen besloten een vliegende brigade in te stellen met ECD'ers, economische controledienstmensen, de mensen van het kabinet van de president en de mensen van het Korps Politie Suriname. Die actie is al gestart en we hebben helaas, toch wel winkels moeten sluiten. En ik mag van hieruit nog eens een waarschuwend geluid laten horen. Het is niet per se tegen winkeliers, wat dan ook. Maar wij als consument moeten natuurlijk weten waar we aan toe zijn. En als er eenmaal een prijs is vastgesteld, dan moet je houden aan die prijs. We hebben ook natuurlijk niet alleen, want je, bij deze acties kom je ook andere dingen tegen. Dus we focussen ons primair op de prijsstijgingen, waarbij dus betaalbare goederen, basisgoederen aan de consument gebracht moeten worden en die te alle tijden beschikbaar moeten zijn. Twee, we stuiten ook wel op veel smokkelwaar. En u begrijpt best, smokkelwaar, dat is een smokkeldecreet en dat soort toestanden. Dus daar moet je dan ook optreden. Vandaar dat u ziet dat die setting van die vliegende brigade heel ruim is. Ik wil daarom van deze plaats uit de winkeliers erop attenderen om zich te houden aan de wettelijk vastgestelde prijs door het ministerie van EZ voor de basis en de strategische goederen. We komen eraan. Als de winkelier wordt gesloten, dan is hij gesloten op basis van een geconstateerd feit. Ja? Is het een prijsstijging geweest? Is het een smokkel, heeft hij zich schuldig gemaakt aan smokkelactiviteiten of praktijken? Dat wordt dan in kaart gebracht door de vliegende brigade en gerapporteerd aan de directeur van EZ. Hierna wordt de meneer opgeroepen en dan moet hij dan gaan aantonen wat hij heeft gedaan, hoe hij komt aan die goederen, waarom hij die prijsstijging heeft doorgevoerd. In het ergste geval wordt zijn vergunning ingetrokken. De vliegende brigade gaat constant bezig zijn. We gaan niet zeggen dat we een week maar of twee weken. We gaan constant bezig zijn en we hebben in feite, gaan we niet alleen Paramaribo aandoen, we gaan alle districten aandoen. En het is natuurlijk dat we die rapportage up-to-date krijgen. En belangrijk is dat we ook met de districtscommissarissen hierover van gedachten hebben gewisseld. En die hebben ons ook alle medewerking toegezegd. Dus nogmaals, de vliegende brigade gaat alle districten aandoen. Er is een klachtenbureau, het klachtennummer geef ik u door, waarop any consument, of het nou consument of producent, iedereen, elke burger van het land mag bellen en of appen naar het klachtenbureau en die klacht wordt met de nodige voorvarendheid bekeken. En wordt natuurlijk, als er feiten en omstandigheden zijn waarbij er moet worden opgetreden tegen zo iemand, zal dat onverkort plaatsvinden.